Daar hebben we Topic Tree voor ontwikkeld. En wat dat doet, is dat je eigenlijk binnen een bepaald domein, binnen een bepaald topic, heel goed kan zien wat gebeurt er op videogebied. En is er iets waar je als merk op in kan springen? Als je succes wil hebben met video, dan moet je dat maken wat mensen willen zien. Maar hoe weet je dat? Daar kom je achter in dit gesprek met Team 5PM. Van harte welkom op CVD TV. Bij mij te gast Tom Schoufs van Team 5PM. Tom, van harte welkom. Ja, een van de founders zelfs, toch? Ja, zeker. Hoe zeker. lang geleden? Vijf jaar geleden hebben we vijf Team 5PM opgericht. Ja. Met hoeveel mensen? Uh, begonnen met vier eigenlijk. En nu? En nu? Uh, we zitten nu rond de 120 ongeveer. Hey, hey, ja, hey. dus in vijf jaar tijd enorm uh, hard ja. gegroeid. Ja. En inmiddels niet meer alleen in Nederland zelfs, toch? Nee, nee, we zitten ook in, uh, in Stockholm, waarin we de, de Nordics eigenlijk uh, bedienen. Ja. Um, en we hebben een kantoor in, uh, in Kaapstad, uh, wat we eigenlijk zien als een soort productiehub. Uh, want daar kun je natuurlijk mooi de hele jaar door mooie ja. uh, producties draaien. Um, maar ook omdat je daar heel veel goed talent kan vinden. Uh, dus waar het nu in Nederland heel moeilijk is om, om, om goede mensen uh, te mm -hmm. vinden, is het daar. Ja, uh, enorm goed opgeleide mensen, zeker in het creatieve stuk die, uh, die je daar uh, aan het werk kan krijgen. Dus We gaan het hebben over wat ik net in de opening zei. Hè, van, uh, 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 nou goed, ik doe het zelf. Leuke video's maken op YouTube. Nou, in principe zeg ik altijd, dat kan iedereen. Mm -hmm. uh, maar de, uh, de, datgene maken wat de kijker wil zien, daar komt natuurlijk het hele spelletje van technologie en data en zo om de hoek kijken. Dus daar ja. wil ik zo meteen met je op inzoomen. Want uh, jullie hebben daar een soort van product voor gemaakt waar ik echt waanzinnig zeg maar, nieuwsgierig ja. naar ben. Maar een tijdje geleden noemden jullie je nog heel erg uh, de YouTube agency. Is dat Klopt. is dat nog steeds zo of verbreedt zich dat? Ja, we zijn dat wel uh, aan het verbreden op dit moment. Uh, we zijn natuurlijk begonnen als YouTube-bureau, eigenlijk de enige uh, in de markt. Daar zagen wij een enorme kans. En ja. dat heeft ook aan de basis gestaan van waarom we zo uh, hard gegroeid zijn. Mm -hmm. Omdat partijen het toch moeilijk vonden om uh, uh, een, 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 een expert eigenlijk te vinden op dat uh, gebied. Ja. En uh, YouTube is toch, was toch echt iets anders dan, uh, dan, dan andere social media. Ja. Um, maar eigenlijk, doordat we aan het werk waren met YouTube, met onze klanten. Um, uh, en met video bezig zijn, zie je, krijg je al snel de vraag van: hey, kun je ook niet kijken naar uh, onze andere platformen, naar andere video's? Ja, want de video's vinden hun weg ook via Insta en TikTok. Ja, dus je en zag eigenlijk al in de, in de plannen die wij maakten. dat we adviseerden om, om video's ook op andere platformen weg te zetten. even afhankelijk van de doelstellingen van de, van de klant. Uh -huh. um, en dat we daar ook al uh, advies en strategieën op aan het schrijven waren. Uh, maar naar buiten toe waren we nog steeds het YouTube-bureau. En nu zijn we dat eigenlijk aan het, uh, aan het switchen waarbij we um, um, echt video's centraal nemen en we expertise hebben op alle verschillende relevante videoplatformen die er, die er zijn. En welke zijn dat dan, wat jullie betreft, op dit moment? Ja, dus op dit moment is dat met name, nou, uh, YouTube blijft natuurlijk uh, bestaan. Je hebt TikTok, wat enorm in opkomst is. Uh, uh, shortform eigenlijk, wat enorm in, in opkomst is, waar iedereen uh, wat mee, uh, mee wil doen. Mm. Maar ook wat meer de traditionelere kanalen, waarin we zien dat onze aanpak met data en techniek heel goed werkt. Um, um, uh, dus uh, online commercials die, uh, die we op die manier aanpakken, maar ook uh, uh, series die we voor streamers aan het maken zijn. Dus we hebben samen met de bankzitters een serie gemaakt voor, uh, voor Prime Video. Ja. En eigenlijk een heel content marketing stuk omheen hebben uh, bedacht en gemaakt om mensen naar dat platform te krijgen. Kun je met Prime Video of andere streamingplatformen net zoveel data verzamelen als op YouTube? Nou, wat we eigenlijk doen is dat we kijken naar welke doelgroep zouden ze daar willen bereiken. En ja. vanuit de, de, de data die we kunnen halen uit Google, uit YouTube en onze eigen uh, technieken. Uh, kunnen we heel goed zien van wat wil die doelgroep nou eigenlijk. Ah, oké. Okay. Dus op die manier gebruik je het om betere content te maken. Voor die... Want, want je kan niet zo rijk data trekken uit die streamingplatforms, nee. nee, Waarom nee. is dat eigenlijk? Geen is idee. Toch, ze houden dat heel geheimzinnig. Is dat, het is is, uh, dat is toch allemaal digitaal? Ja, het is digitaal en zij weten het heel goed... maar ze willen het nog niet zo graag prijsgeven. Dus ah. dat, uh, ze houden dat heel geheimzinnig Dat is toch jammer, want het zou volgens mij van enorme waarde kunnen zijn... voor Absoluut. de inzet van dat soort uh, kanaal. Absoluut, ja. Want ooit zaten ja. we aan, wat was het, 1200 tv-kastjes, geloof ik... die de kijkcijfers meten ergens. Ja. Ja, 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 dan probeerde je iemand te bellen die zo'n kastje had. En wist je dat je kijkcijfers omhoog gingen. Maar ja, is, ik heb nog nooit zo'n kastje gezien, jij. Nee, Volgens nooit. mij bestaan ze ook niet. Nee. Volgens mij is dat. Ja, echt... Ik heb ooit bij, bij, bij Endermol gewerkt. Nou ja? op, de, op de afdeling waar tv-formats werden bedacht. Uh, en daar hoorde ik wel eens iemand die iemand kende met een kastje. Ja. Ja. Heel, heel geheimzinnig. Ja, ja, heel geheim, geheimzinnig ja, met, groepje mensen was dat. Eh, de, dus eigenlijk zeg je dat de rol van. Um, uh, van, van de, dan heb je dus data nodig, de rol van data maar ook hoe de mensen zich gedragen. Uh, oftewel, ja. weet ik veel, hoe ze zoeken of hoe ze doen. Jullie hebben daar een product van gemaakt. Laten we daarmee inzoomen, want je vertelde net iets korts over... en we willen alles van weten. Ja. Hoe heet het? Topic Tree heet het, hè? Ja, dat klopt. Oké, okay, nou, vertel ja. eerst even de totstandkoming van zo'n product. Want ja. volgens mij is er al het een en het ander aan producten en tooling, toch? Absoluut. Dus uh, zo zijn wij ook gestart. Dus we zagen eigenlijk, doordat we op YouTube aan het werk waren... dat de combinatie data en video heel interessant is. Dus... Ik ben ook als een soort traditioneel creatief begonnen en zag dat je in één keer heel veel feedback kon krijgen van data, van de ideeën die je had, die je op YouTube plaatste. Nou, dat, dat hebben we helemaal verwerkt in ons DNA en in onze, in onze werkwijze. Dus data is een heel belangrijk component in de, in de dingen die wij doen. Um, en daarvoor gebruikten we ook allerlei tooling, waarin we konden zien wat mensen, bepaalde doelgroepen kijken op, op YouTube of op TikTok. En Welke formats dan uh, goed werken, wat gebeurt er internationaal, et cetera. Mm -hmm. Maar we misten ook een, een, een stuk daarin. Dus we hebben een soort combinatie van allerlei tooling gehad. En uiteindelijk misten we een, uh, een, een, een stuk waarin je eigenlijk heel snel kan zien... bijna real-time kan zien waar mensen naar zoeken... Uh, uh, op welke platformen en wat dan trending is. Um, uh, en daar hebben we Topic Tree voor ontwikkeld. En wat dat doet, is dat je eigenlijk binnen een bepaald domein, binnen een bepaald topic, um, uh, heel goed kan zien wat er gebeurt aan de, op videogebied. En is er iets waar je als merk op in kan springen op dat moment? En dan loop je eigenlijk vooruit uh, op je concurrentie. Maar dat kan Google toch ook? Ja, dat kan Google uh, ook tot een bepaalde hoogte. Wat wij doen is: wij combineren eigenlijk uh, uh, alle resultaten vanuit de verschillende zoekmachines die er zijn ja. en de verschillende videoplatformen. Die combineren we in deze tool. Dus, als, dus hoe dat werkt, we gebruiken dit bijvoorbeeld voor Ja. Uh, voor yeah. um, en wat we daar doen, zij vinden uh, domein gordijnen heel, uh, heel belangrijk. Is boeiend? Ja, het is echt uh, geweldig. <laughs> gordijnen. Ja, als je gaat verhuizen, is het echt uh, ja. uh, even relevant. Ja, precies. Ja. Dus uh, voor hun een belangrijk uh, uh, product. Dus nou ja, wat voor een content moet je maken? Nou, ja, vroeger ging je dan met de marketeer zitten en dan ga je kijken: nou, wat vind ik belangrijk om te gaan vertellen? Uh, uh, wat willen wij uh, als, als HEMA graag vertellen over gordijnen en kunnen we dan aansluiting vinden bij de, bij de doelgroep? Ja. En wij draaien het eigenlijk om: wij gaan eigenlijk door middel van onze, onze techniek kijken. wat speelt er nu eigenlijk rond in dit domein gordijnen? Waar zijn mensen naar aan het kijken? Uh, wat voor soort formatjes zijn dat? Wat, waar, waar wordt er naar gezocht? En wij kunnen real-time zien wat daarin gebeurt. Dus wat je dan krijgt is dat je een, een overzicht hebt waarin wij op, op maandag zeg maar zeggen, hey, hey, maar binnen gordijnen is gordijnen opmeten en gordijnen verstellen op dit moment uh, uh, heel belangrijk binnen jouw domein. Dus als je daar content over gaat maken, dan kunnen we ervoor zorgen dat je uh, uh, op vrijdag, als we die content gemaakt hebben, daarop uh, rankt binnen, uh, uh, binnen het platform van TikTok of op andere platformen. Um, en dat je daar heel veel organische views op binnen haalt. Dan kun je dat ook nog beter ondersteunen als je dat graag zou willen. Um, maar je kunt organisch op die manier heel veel uh, uh, intappen op die behoefte die er al in je doelgroep zit. Maar doe je ook een analyse dan van de content of alleen van de data? Wat ik bedoel te zeggen is van, ja. check. Krijgen jullie ook resultaten in Topic Tree te zien van dit soort filmpjes? Zeggen, uh, ik verzin maar wat hoor. De, bij 75% zijn het oranje gordijnen. Ja. Dus die doen het ook nog eens een keer heel goed of zo. Ja, dus wat we kunnen zien is welke video's zijn dat dan? Dus wat zijn je concurrenten op die platformen? Waardoor je kunt zien wat moet ik doen om, uh, uh, om daarboven te gaan ranken? Maar je kan ook inspiratie halen uit wat voor soort content is dat dan? Wat voor soort format? Hoe wordt dat dan in beeld gebracht? Uh, nou, bij gordijnen is dat niet het meest spannende, maar er zijn natuurlijk allerlei andere onderwerpen waarin je dat wel heel goed kunt zien. Dus dan kun je eigenlijk heel goed in kaart brengen wat, wat doet je concurrentie nu allemaal en wat gebeurt er nu allemaal rondom dat domein. Uh, en daar gebruik van maken in je strategie. Je kan bijvoorbeeld erop intappen en zeggen, hé, hey, dan moeten wij ook dit soort content maken. Dat kan een keuze zijn die je daarop maakt. Het kan ook een keuze zijn, nou, oké, okay, iedereen zit nu hierop. Uh, iedereen hey, doet ja, hier hetzelfde. Net, als ja, ja. wij het nou net even anders doen. Ja. Dan, dan brengen we ook echt iets nieuws in die, uh, ja. uh, in die markt. En dat, is, dat kunnen we nu uh, uh, real-time doen. En dat maakt het heel interessant voor, uh, voor merken om in te tappen op die markt. Maar moet ik het zien? eigenlijk zien als het Google Trends, maar dan video? Google Trends voor Video, uh, waarbij we meer data gebruiken dan alleen maar de Google Data. Uh, ook videodata vanuit verschillende platformen, YouTube, TikTok, etc. Um, uh, en dat combineren we. En door die combinatie te maken hebben we echt een uh, heel goed resultaat op wat, wat dan nou echt speelt in die, uh, in, in die wereld. En de platformen zijn, is dat dan uh, meta, TikTok? en ja. uh, uh, Google dat dan hebben we het Meta TikTok uh, en en Google zijn uh, de dataplatformen dat die data we daarvoor platformen. gebruiken en op het moment dat er andere relevante platformen zijn ik denk weet ik dan weer geen want je gaat dan bewust want ik kan me voorstellen dat als je, je zou het nog completer maken. als je ook non-video trends. Ik bedoel, ja. weet Ik veel of het nou Pinterest is. of, uh, of ja. dat soort platformen. Ja. Dus, hebben jullie daarover nagedacht? Ja, zeker. Dus Pinterest is ook een van de platformen. die we daarin meenemen. Um, um, en het is niet alleen dat we kijken naar video. maar ook naar uh, zoekresultaten. Uh, dat nemen we allemaal mee. Dus het is eigenlijk. Een volledigheid van data vanuit die platformen die we vertalen naar een inzicht en, en, en een Hoe ziet dat inzicht eruit? Wat voor een... ja, je krijgt letterlijk een, 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 een grafiek voor ogen met waarin je ziet wat er gebeurt binnen dat domein. Welke zoekresultaten zijn er nou echt van belang? Wat gebeurt daar nou echt? Welke video's hangen daar nou onder? Uh, wat gebeurt er in die video's? Wel, welke onderwerpen worden behandeld in die video's? En als resultaat krijg je dan welke uh, uh, zoekvraag bijvoorbeeld interessant is. Wat je dan zou moeten behandelen in je video. Om een zo goed mogelijke video te maken en antwoord te geven op de vragen die de doelgroep heeft. Dus je krijgt best wel een uitgewerkte uh, 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 analyse, eigenlijk. En bij ons gaat dat altijd in combinatie met de expertise die wij hebben op die platformen. Dus. Uh. Uh, onze strateeg gebruikt eigenlijk uh, dat onderzoek om vervolgens te bepalen: oké, okay, dan moeten we deze strategie kiezen om te voldoen aan de, aan de, aan en wanneer de vraag. En die die, wanneer wordt die strategie ingehaald door AI? Uh, ja, dat is een Want... hele goede vraag die, die niemand nog kan beantwoorden, denk ik. Uh, uh, ik denk dat dat nog wel even gaat duren voordat we dat echt helemaal gaan inhalen door, door, uh, door AI. Eigenlijk wat je, wat je moet doen, denk ik, uh, is. Juist een strategie die gebruik maakt van AI. Ik denk dat daar de waarde ligt. Um, uh, om een, om een strategie te zijn die meegaat met zijn tijd. En ik, ik heb nu het idee dat we, uh, uh, dat we echt op die hype cycle zitten, zal ja, ik maar ja, zeggen. We en, boven die uh, als piek ik nu. mijn LinkedIn-tijdlijn mag geloven, dan uh, worden we morgen allemaal vervangen door AI. Ja. Um, maar ik denk dat het op de lange termijn zeker relevant wordt als je mee wil in die stromen. En als je als stratege relevant wil blijven, dan moet je met data kunnen omgaan, dan moet je dat kunnen vertalen naar een klant en dan moet je ook met AI kunnen werken om slim te zijn, om effectief ja. te zijn, et cetera. Um, hoe zijn de resultaten? Kun je dat meten? Heb je een soort nulmeting in de zin van, hé, hey, we hebben een case, uh, zeg maar, voor uh, topic 3 en na topic 3? Um, nou, wat we zien is, uh, bijvoorbeeld voor Hema gebruiken we dit uh, uh, nu. Um, ja. uh, en wat we daarin zien in het, uh, het YouTube-kanaal is dat die content heel aanslaat uh, als je het vergelijkt met de rest van de content wat meer entertaining content is dus we hebben daar een soort ja, bijna searchachtige insteek gekozen dat werkt heel goed voor HEMA. maar die halen heel veel organische views uh, uh, daarop binnen wat ver boven het gemiddelde ligt van het van het kanaal dus daar zijn de resultaten wat we nu zien in eerste instantie heel goed een andere um, uh, case die we hebben is um, uh, is voor bol dat noemen we Bol finds dat gaat eigenlijk ook over... goed dat je bol zegt ja, ja niet bol.com nee. nee want we weten allemaal dat het een uh, webwinkel is um, uh, uh, dus voor uh, bol hebben we daar een uh, bol finds kanaal op uh, tiktok uh, Finance? Uh, nee finds oh. fines, fines. Gev fines. gevonden ja uh, dus daar komen allemaal toffe producten die ze verkopen in uh, op bol natuurlijk uh, die worden daar als TikToks uh, gepromoot. En wat wij doen, we checken op maandag welke producten binnen, bijvoorbeeld elektronica. En we hebben een aantal andere domeinen die we daarin uh, in de gaten houden, komen naar boven. Waar, of, oftewel, waar kunnen we op intappen? Wat speelt er nu? Um, daar selecteren we er vijf van. Die maken we in de, in de week en op vrijdag. En in het weekend publiceren we die, uh, die content op, uh, op het TikTok-kanaal. En dat slaat enorm aan. We zien echt uh, hele goede resultaten waarin uh, video's uh, 500k meer halen. Uh, en het groeit uh, nog steeds. We zijn eigenlijk net begonnen met dat kanaal. Mm -hmm. uh, maar we zien een enorme uh, uplift uh, aan views, et cetera, in, uh, in dat kanaal. Maar ook uh, uh, de resultaten op het platform. Dus als je ziet, uh, wordt er gezocht op het platform naar die producten die we dan in, 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 een, in een TikTok hebben laten zien. Daar zie je... Ook een enorme spikes naar boven ja, komen. Ja. En uh, we hopen dat we die case straks heel mooi rond kunnen maken met sales die erachteraan. Ja, uh, precies, dan is, het heel, dan is het cirkeltje rond. Ja. Werkt het sterker of zwakker op niches dan op heeft schaalgrootte een effect? Op, het, op zeg maar, de kracht die zo'n topic tree tool biedt? Ja, dit is, ik denk dat je dat is een goede vraag. Ik denk dat je uh, uh, dat het heel goed uh, helpt om, om in die niches te komen, om die ook te kunnen identificeren. Uh, en daar je winst heel goed te gaan pakken. Kijk, op die wat grotere domeinen, daar uh, kun je wel wat makkelijker op intappen. Dat zien. Uh, to die tools maken en die platformen zelf ook wel bekend. Wat trending is uh, in de wereld en in Nederland. En wij gaan echt in die, in die verschillende domeinen zitten die, uh, die belangrijk zijn. Dus die kun je niet zomaar even boven water halen. En, en dat zijn niches, uh, vaak. Maar binnen die niches kunnen wij heel goed zien uh, wat dat is. En wat we dus doen bijvoorbeeld bij Bol, is dat we een aantal niches... Nou ja goed, elektronica is natuurlijk best een grote niche. Um, uh, die combineer je eigenlijk. Uh, uh, en dan kun je alsnog heel veel bereiken en heel veel relevant bereiken... en kwalitatief ja. bereiken uh, realiseren. En uh, gebruiken jullie dit product ook internationaal of is het alleen op Nederlands? Ja, uh, nou, we zijn het zijn nu, uh, nu met uh, Nederlandse klanten zijn we dit, uh, nu aan het doen. Ja. Um, uh, daar leren we heel veel van en uh, 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 we worden daarin ook beter. De techniek is natuurlijk continu in ontwikkeling. We zien enorm veel mogelijkheden over dingen die we er nog aan kunnen koppelen. We zien het bijna als een soort van dataplatform waar je nog veel meer mee ja. zou kunnen doen. Um, uh, voor nu is het in uh, Nederland maar we, uh, internationaal zien we absoluut mogelijkheden. Ja, omdat om je in de Noordics uh, ook actief bent en zo, want ja. wat, wat doe je daar van klanten? Um, daar werken we nu met name voor Prime Video. Ah. Um, daar beheren we hun uh, TikTok-kanalen. Dus uh, ja, we zijn daarin ook Ver af van onze YouTube-propositie, zal ja. ik maar uh, zeggen. Maar daarin kun je ook deze technologie natuurlijk prima Ja, alleen doen. hebben zij een andere uh, uh, doelstelling daarmee. Ze, we hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk heel veel content die ze zelf hebben van trailers, et Dingen die op het platform komen. Ja. Die verwerken we voor hun tot een, als een soort publisher eigenlijk ja. uh, uh, op het TikTok-platform. Uh, uh, ook daar maken we gebruik van, uh, 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 van data, maar op een andere manier dan, uh, dan voor HEMA. Um, uh, 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 en dat, is, uh, dat, dat loopt heel goed. En uiteindelijk willen we daar... Nou, wat we daar nog meer doen is dat we naast dat we hun TikTok beheren... en gebruik maken van de content die ze hebben... en die verwerken op allerlei manieren... is mm -hmm. dus dat we ook allerlei campagnes voor nieuw te lanceren... series uh, ja. uh, voor hun maken en bedenken en opnemen. Um, uh, en daar gebruiken we ook die datalijn heel erg in. Dus het, eigenlijk in alles wat we doen op allerlei verschillende niveaus... Van het, uh, van het bedenken van een strategie tot het creëren van het concept... tot het wegzetten, zowel uh, betaald als organisch... tot uiteindelijk het meten van wat is er nu eigenlijk gebeurt... is bij ons een continue datalijn die daardoor doorheen ja. loopt... om, uh, om uh, dingen te valideren, te ontdekken die je nog niet anders gezien had, et cetera. Ja, ik denk wel dat AI, dat is natuurlijk wel de belofte. Het lijkt me wel spannend om inderdaad in dat creatiestuk... dat, dat je straks echt suggesties en predictions gaat krijgen vanuit AI... Ja. op basis van uh, wat Topic Tree allemaal geanalyseerd heeft. Van, hé, hey, dan moet je eigenlijk nu deze campagne starten... of ja. je zou deze onderwerpen moeten gaan maken. Dat je kunt eigenlijk heel mooi... We zien eigenlijk heel veel mogelijkheden om AI te koppelen aan wat we nu ja. hebben. En, uh, een voorbeeld waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn, is dat wij dus kunnen bepalen, oké, okay, welke video moet je dan maken om de meeste impact te realiseren? Welke vragen uh, moet je dan beantwoorden in die video ja. om aan te sluiten bij de kijker? En dan is het nu natuurlijk een kleine stap om te zeggen, oké, okay, welk script moet daar dan aan vastzitten? Ja. En hoe gaan we dat dan maken? Nou, dat, ja. da daar kun je al eerste mogelijkheden doen. De resultaten daarvan die je nu vanuit scripting kan krijgen zijn nog... Uh, uh, kunnen nog beter, maar ja, dit ontwikkelt zo snel dat het, ja. om het, dat het waarschijnlijk uh, in de nabije toekomst zeker een mogelijkheid ja, ja, ja. is. Dus we, is zitten al, we zitten bovenop die, die, die ontwikkelingen. I, yeah. met, uh, Snap met ik, is topic Tree enkel en alleen voor uh, dat, dat jullie het gebruiken voor jullie uh, klanten? Of kan ik ook, want ik zag dat er een compleet eigen website en zo was. Ja. Kan ik ook als niet-klant van Team 5PM die veel met video doet, zeggen ik wil topic Tree gebruiken? Ja, zoals we nu uh, zien, is dat we topic Tree gebruiken en verbeteren aan de hand van uh, onze klanten. We zijn nu met ons als klanten hiermee bezig zijn ja? aan het werk, die kunnen ook toegang krijgen, daar uh, uh, tot. Um, en hoe we het nu willen wegzetten, is dat het eigenlijk voor andere bureaus uh, interessant kan zijn om te gebruiken om hun klanten uh, goed te bedienen. Dus daarin uh, kunnen we naar regio's kijken waarin wij zelf niet actief willen zijn of waar we niet. Uh, 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 nog niet naartoe willen... kunnen wij dit wel aanbieden aan bureaus... als een tool die ze kunnen gebruiken... om voor hun klanten eigenlijk, uh, ja, het op dezelfde manier te gebruiken als wij. Zo zien wij het meer. Hebben jullie nagedacht over theoretische problemen... of uitdagingen die je gaat krijgen... van jullie, jullie zijn aan de ene kant een bureau... Uh, ik zeg dat platurenfabriek, waar ja. je mooie dingen vindt voor klanten. Dit is een bijna SAAS-oplossing. Stel dat dit een mega-succes wordt. Dat zijn twee hele verschillende bedrijfsmodellen. Hebben ja. jullie daarover nagedacht? Of hebben jullie zoiets van nou we zien wel hoe dat loopt? Nou, we zijn uh, begonnen heel uh, enthousiast hier eigenlijk in. En dat is uh, vaak hoe dat natuurlijk gaat. En ik denk dat ja. het ook veel, veel goeds brengt. We komen nu in de fase waarin je inderdaad moet kijken van nou, hoe gaan we dit doen? Hoe past dit in onze uh, bedrijfsstructuur? Uh, is dit iets wat we zo belangrijk vinden dat we hier inderdaad. Een soort SaaS-oplossing van maken. Ja. Of, uh, uh, en daarom hebben we er ook voor gekozen om het dicht bij onszelf te houden. En het ook dus te vermarkten aan andere bureaus in eerste ja. instantie. Want dat is wat we kennen en wat, wat, uh, wat goed werkt. Op het moment dat je het echt helemaal open zet voor iedereen, ja, dan moet je een enorme techniek uh, uh, neer gaan zetten. Um, um, dat is waar we nu nog, uh, nog zeker niet zijn. Nee. Uh, maar we zijn het wel serieus aan het aanpakken en aan het ontwikkelen. Dat heeft ook te maken met dat het. Dat het echt in de kern zit van, van wat wij doen. en ook gekoppeld is eigenlijk aan onze onderscheidend vermogen ten opzichte van andere bureaus. En dat is dat wij die, die, die data gebruiken. in combinatie met video. Uh, in eigenlijk in iedere fase. En dat ja. um, uh, onderscheidt ons echt ten opzichte van andere bureaus. op dit ja. moment. Ja, helder verhaal. Uh, we, gaan het, we gaan het in de gaten houden. Ja. En uh, we, we, houden, we houden contact, want ik doe wel eens wat vaker met, met Team 5PN. Mooie gesprekken. Ja. Jullie zijn een prachtig bedrijf. En ik ben erg benieuwd hoe zich dat uh, gaat ontwikkelen allemaal. Ja. Uh, dus dankjewel voor het delen van je, van je kennis. Jij bedankt. En uh, voor de mensen die zitten te kijken of zitten te luisteren en denken van daar wil ik meer over weten, dan kan onder in de beschrijving vind je de nodige linkjes en uh, dan kun je verder kijken. Uh, ja, weet je, dit is een serie die ik maak met Team 5PN waarin we inzoomen op de toekomst van video eigenlijk. En uh, wat gebeurt er allemaal op dit moment? Vakgebied. Nou ja, en dan zijn nu en dan is het leuk om team 5M zelf in de bank te hebben en om te luisteren wat er allemaal cutting edge aan de hand is. Dus topic 3 gaat bekijken. En voor nu dankjewel voor het kijken. Heb je zitten te luisteren naar de podcast? Dankjewel voor het luisteren. Hoi, mm